Welkom terug YouTube bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. En vandaag gaan we de liner in de campy, in de lasthoorts, vervangen door de kunststofliner. Ik zal later uitleggen waarom ik dat doe. We gaan er snel beginnen. We maken hem los. Zetten de stroombandmachine af uiteraard. Tip eruit. Uit de toorts. En dan gaan we hem terugdraaien. Goed vasthouden dat de rol niet afrolt. Kijken wat de gaatjes zijn. De rol is eraf. Nu draaien we de toorts los. De toorts is los. Hier hem liggen. De liner moet eruit. Dan draai je hier achter. Draai je los. Je legt de toorts even recht neer. En we hebben de liner eruit gehaald. Nu gaan we er een kunststofliner in zetten. Dan zul je denken, waarom een kunststofliner? Nou, dat is heel simpel. We gaan er aluminium mee lassen. En dan heb je een kunststofliner nodig. Daarom heb ik ook maar een toorts van 3 meter. Je kunt toortsen krijgen die langer zijn. Het slangenpakket. Alleen ja, aluminium is vrij zacht. En die vindt dat niet leuk als ze door een heel lang slangenpakket moet. Maar we gaan er eerst deze in maken. Draai ik deze nog af. Het plakbandje los. Deze kant moet aan de toorts. Spanbusje gaat over de kunststofliner. Die gaat terug. Die zit er weer op. Nou hebben we voorzien van de kunststofliner. Als we aluminium willen lassen. Moet er ook een rol aluminium op zitten. Dat is 1 mm, gewicht 2 kilo. P53 is het. We gaan hem eens in de machine hangen. Goed. Zo. Draai alvast de spanning wat losser van mijn drukwieletje. Kniptangetje erbij.
Nou, hij zit erin. Je kan wachten tot hij hieruit komt. Maar in principe staat hij goed uitgelijnd. Ik doe de toorts er gewoon aan. Het gas staat dicht, machine aan. Op handmatig. En hier hebben we de aluminium. Moet je niet vergeten de goede contacttip te pakken. Goede contacttip erop. Nou zit er op de machine aluminium op. Moeten we één voornaam ding doen. Aluminium kun je niet verlassen met mengas. Dus ik schroef nu mijn mengascilinder los. Ja. Flesje argon erop. Nu is de campy bijna helemaal klaar om aluminium te lassen. Moeten we nog één ding doen. Daarvoor moet ik hem aanzetten. En dan gaan we eens kijken. Het enige wat we moeten doen is de instellingen nog veranderen. Is het op manueel nou. Nu staat hij op automatisch. Hier kunnen we kiezen. Normaal staat hij hier op FE. Staal is dat. SS, dat is roestvast staal. Aluminium. Als we hem hier opzetten, en we laten hem in het automatische programma staan, het synergetische programma, hoeven we maar aan de knop te draaien en we kunnen aluminium lassen. Nu is de campy helemaal klaar om aluminium gaan te lassen. En dat gaan we in het volgende filmpje doen. Je hebt gezien, je moet best wel wat dingen veranderen. Een andere gasfles, andere lijnen erin, andere contacttip moet erin. Je moet andere vulmateriaal hebben. Dus je hebt wel wat nodig om aluminium te lassen. In het volgende filmpje gaan we eens kijken of het ook echt werkt. Ik moet erbij zeggen, ik heb nog nooit MIG gelast. MAG zat, staal, allemaal geen probleem. Maar aluminium, dat is een ander verhaal. Dus dat wordt voor mij ook spannend of dat wil lukken. Als je het filmpje leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.